Deze video is wat bijzonder en anders dan normaal, want in deze video ga ik vragen beantwoorden van de mensen die de Bull Challenge gejoind hebben en dus ook gevolgd hebben, 14-daagse bull market training die ik een tijdje terug heb gegeven. Ik heb mensen de tijd gegeven om vragen in te laten sturen, zodat ik deze vragen allemaal gewoon netjes kan ontvangen in één keer. En die ga ik beantwoorden in deze video. Dus leer hier heel veel van. Ik denk ook de mensen, nu als je kijkt en je hebt die Bull Challenge niet gevolgd, kun je er heel veel van leren, want het zijn gewoon relevante vragen voor trading, investeren, bullmarkt, etc. Dus dat en heel veel meer vragen in deze video. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de cryptomarkten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video €20 in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent. En elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Yes, topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Als het goed is, heb je de intro gezien en die ook geluisterd. En dan weet je ook dat er altijd iemand is die €20 wint in mijn video. Kun je weer een crypto stoppen of iets dergelijks. In deze video is het deze persoon. Ik zal hem even in beeld laten komen. Is even wat makkelijker dan het direct te laten zien. Gefeliciteerd, stuur me even een mailtje marchandbusiness@hotmail.com met je USDT wallet adres. Doe maar je TRC20 adres. En dan krijg je van mij die $20 opgestuurd. Goed, in deze video ga ik dus gewoon een hoop vragen beantwoorden waar je dus zelf ook van kan leren. En laten we gewoon ook direct starten. Dat zijn vragen van Tjeu. Vraag nummer 1 is, bouw jij een lange termijn portfolio op in de spotmarkt of ook in derivatives? Antwoord is heel simpel. Eigenlijk bouw ik dit natuurlijk alleen op de spotmarkt. Dus ik heb zowel een spot training account waar ik simpelweg gewoon op belangrijke punten, supportpunten zoals ook in de training aangegeven, mijn crypto's aankoop en derivatives gebruik ik eigenlijk alleen voor korte termijn trades die ik plaats. De laatste weken heb ik niet derivatives getraden, heb ik alleen maar mijn lange termijn portfolio aangevuld. Dat heeft privé redenen en daarnaast ook ben ik aan het reizen, dus doe ik het dus vaak een stuk minder. 2. Zet jij een stop los bij coins die je voor de lange termijn aanhoudt, zowel voor spot als derivatives? Spot niet. Spot koop ik alleen als ik echt een goede lange termijn visie daarvoor heb, zet ik dus geen stop los voor neer. En derivatives, zet ik altijd een stop los neer als ik daarop trade. Op een gegeven moment, wat je doet met traden is een punt bepalen waar het volledig misgaat en je uit de trade wil gaan. En daar zet je gewoon je stop los neer en dan laat je jezelf uitstoppen. Dan is je plan niet meer geldig, dan gaat het finaal mis en dan wil je gewoon niet meer in die trade zitten. Dus dan wil je eruit gaan. Heel simpel, risk management, stop los neerzetten als je trades gaat plaatsen op die manier. Dit is een vraag betreft het terugstorten van euro's van Bitfavo naar mijn eigen rekening. Heb je ooit problemen gehad wanneer je om zoveel tijd weer geld vanaf Bitfavo naar je eigen rekening storten? Aangezien het toch wel in jouw geval grote bedragen zijn. Nee, want ik stort geen geld via Bitfavo terug op mijn rekening. Ik laat het of allemaal op mijn ledger staan, mijn crypto. En als ik geld nodig heb, dan betaal ik bijvoorbeeld met mijn crypto pas via Binance nu. Mijn Bybit card komt eraan. Ik heb een Tap Global card. Nexo card heb ik, dus verschillende exchanges waarmee ik met die pas kan betalen. Dus dan hoef ik het niet terug te sturen naar mijn rekening. En ik gebruik simpelweg niet graag banken. Dan een vraag van Kim. Die vraagt, heb je zelf indicatoren in TradingView met jouw naam erachter? Kunnen wij die ook gebruiken? Ik zie bij mij niet staan in mijn TradingView. Ja, ik heb zelf indicatoren. De Kryptonite Pro indicatoren, het zijn er 2. Die moet je wel aanschaffen, dus het is een betaalde indicator. Mocht je daar meer over willen weten, kryptonitepro.io. Moet je even inzoeken, intypen in de zoekbalk. En dan kom je op de juiste website terecht. Als het goed is, staat die ook in de beschrijving bij indicators of bij CPI indicator. En dan kun je op de website komen, kun je er meer over lezen, leren. En mocht je het willen proberen, kun je dat altijd een maandje doen. Dan een vraag van Stef. Dank voor de verhelderende cursus. Begin je binnenkort ook een copy trading afdeling? Ik heb eraan zitten denken, als ik straks terug ben, weer in de flow zit, om eventueel copy trading aan te gaan zetten. Dus dat ik ga traden, dat mensen mij kunnen volgen. Dat is iets interessants. Dus ja, wellicht. Daar zit ik over na te denken. Dan vragen van Samir. Hey Corné, mijn grootste zorg is als we richting de bullmarkt gaan, hoe ik mijn winsten moet nemen. 1. Moet je DCA doen al richting de bullmarkt om zo je winsten te nemen? Of wacht je na de halving en hier en daar wat winsten pakken?
Mijn advies, simpelweg, als je op winsten staat, is het nooit verkeerd om winst te nemen. Dus neem gewoon beetjes winst richting de mogelijke top van de bullmarkt. En je zal vanzelf zien in 2024, 2025 dat de markt ontzettend hard gaat. Wees dan niet te greedy en neem gewoon winsten. Op een gegeven moment zul je ook je inleg eruit hebben en dan wordt het al een stuk makkelijker om bijvoorbeeld bedragen wat langer te gaan laten zitten. Moet je winsten omzetten naar USDT en dan houden of omzetten naar euro om vervolgens op je bankrekening te storten? Wat als de dollar crasht? Op zich een goede vraag. Ik zou zeggen, zet het om in USDT en laat het op je account staan, zodat je op eventuele dips in crypto weer bij kan kopen, zodat je daar weer meer van kan gaan maken. Ben je bang voor de dollar die crasht? Ja, sowieso als de dollar crasht, dan zullen al de markten daar last van gaan hebben. Maar kan je het bijvoorbeeld ook gewoon omzetten in Bitcoin, als je de lange termijn verwachting hebt dat Bitcoin veel meer waard gaat worden natuurlijk, wat ik zelf wel heb. Ik heb mijn crypto Bitfavo en Bybit gelukkig dankzij jouw cursus begrepen hoe dat werkt. Waarvoor dank, maar wil niet al te veel fouten maken zoals te veel aan transactiekosten betalen. Ik hoop antwoord te krijgen op mijn vraag. Als je niet te veel transactiekosten wil betalen, ik denk dat je dan bedoelt met crypto versturen, verzenden of iets dergelijks. Gebruik dan gewoon simpelweg crypto die weinig tot geen transactiekosten hebben. Of kijk naar chains die weinig transactiekosten hebben. Bijvoorbeeld als je USDT wil verzenden via het Ethereum netwerk, dus ERC20, dan betaal je een hoge fee. Wil je het via TRC20 doen, Tron. Dan betaal je maar een hele kleine fee. Bijvoorbeeld XRP, amper fee, misschien een paar. Volgens mij is het helemaal niks op XRP. Dus je zou eventueel om kunnen zetten in XRP, verzenden, daar dingen mee doen en daarna weer omzetten. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die je kan doen. Dan vragen van Marcel. 1. In de filmpjes wordt de CPI-indicator genoemd en getoond. Hoe werkt deze indicator? Kun je deze toelichten? Nogmaals dus in de beschrijving CryptoNitePro.io, die website, daar vind je alles erover. Er wordt gesproken over traden en investeren in crypto. Bij traden gebruik je altijd een SL en hou je nadrukkelijk rekening met risico om eventueel verlies op je portfolio te beperken. Hoe zit dat bij investeren? Doe je dan aankoop bijvoorbeeld op basis van DCA, maar zonder SL? Loop je dan niet het risico dat bij trend om een keer richting bear market om je portfolio te halveren? Ja, bij lange termijn investeren doe ik ook inderdaad op DCA, maar daar is het altijd simpelweg monitoren van hoe de markt gaat. Heb je nog vertrouwen in de coin? Denk je dat het meer waard gaat worden? Dan blijf je gewoon in die coin zitten en bij DCA. Want wat je doet is steeds een beter gemiddelde aankoopprijs aankopen. En dan straks als we rond pieken in de boommarkt staan, als je veel winst hebt, dan neem je daar simpelweg gewoon winsten op. En natuurlijk kan het wel zo zijn dat jij een investering maakt in iets dat volledig south gaat als het ware. Dus dat gewoon verkeerd gaat, maar dat hoort er ook bij. Dus ik zou zeggen, wees niet bang om ook geld te verliezen, want ja, dat hoort er simpelweg bij. En ja, je moet wel verstand hebben van de cycles, dus wanneer is een boommarkt, wanneer is een bearmarkt, hoe loopt alles precies. Ik hoop dat je dat nu weet na deze bullmarket training ook, want dat heb ik zo goed mogelijk uit proberen te leggen in die training. Maar ja, als je na die boommarkt zit, dan wil je natuurlijk eigenlijk al je posities die je daarvoor hebt opgebouwd, wil je verkocht hebben. En natuurlijk gaan er momenten zijn dat je na de piek gaat verkopen, dus eigenlijk wanneer de bear market begint, maar waarbij iedereen het nog niet echt gelooft. Dat is ook een periode waarbij je gaat verkopen. Je zal nooit of echt bijna nooit de exacte piek kunnen timen. Dus dat is met spot traden wat je doet en inderdaad bij lange termijn of bij korte termijn trades, maar dan trade je dus vooral derivatives. Zoals je het hier ook over hebt. Dus derivatives, leverage, daar wil je sowieso met stop los treden. Want als je daar de fout mee ingaat, dan kan het zo zijn dat heel je account weggevaagd wordt. En dat wil je natuurlijk niet dat dat gebeurt. Lange termijn is dus anders. Een en ander wordt goed uitgelegd hoe je instapmoment kan bepalen. De strategie van uitstappen is mij wel helder om meerdere TP's te kunnen zetten. Maar het echt bepalen van deze uitstapmomenten vind ik lastig. Kun je dit toelichten? Ja. Als je kijkt naar simpelweg een grafiek en je bepaalt support en resistance punten, nou in dit geval voor uitstappen resistance punten, dan kijk je gewoon momenten waar veel prijsactie zit, waar de prijs om kan keren en dus reactie kan geven. En dat zijn gewoon mogelijk mooie uitstapmomenten. Daarnaast kun je kijken naar hele getallen, dus komt een prijs in de buurt van een 20 of bij 50 cent of iets dergelijks. Dat zijn altijd mooie uitstapmomenten. Sowieso all-time highs zijn mooie uitstapmomenten, want veel mensen nemen daar winst. Dus overal punten waar je denkt dat mensen winsten gaan nemen, omdat er mogelijk iets gaat gebeuren op dat punt, dat zijn simpelweg mooie uitstapmomenten. En als je winst hebt, heb je winst. Wees niet te greedy en neem dan je winsten op die plekken.
4. Wat is verstandig om te doen in de bullmarkt om de basis van je trade account in BTC, USDT of euro aan te houden? De basis van waaruit je de aankopen doet en bijvoorbeeld weer terugkeert. Wat ik zelf doe is USDT. Dus ik hou alles momenteel in USDT. Ik monitor het wel goed. In het verleden was er veel FUD omtrent USDT. Met dat ze niet alles backed zouden hebben. USDC is veel FUD gegeven. Dus je moet wel goed in de gaten houden wat er in de markt speelt. Dus check elke dag bijvoorbeeld even cryptonews.com. Cryptopanic.com. Zodat je alle nieuwsoverzichten hebt. Want op het moment dat er bijvoorbeeld FUD is op bepaalde coin, kan het wel eens heel erg verkeerd gaan. En dat geldt ook voor stablecoins. Dus geïnformeerd blijven is hier heel erg belangrijk. Maar ik zelf houd in USDT. En ik heb ook heel veel Bitcoin. Maar ik verkoop niet mijn Bitcoin om weer andere crypto's te kopen, zeg maar. Dus dat doe ik echt met USDT. Volgende van Peetje. Even kijken. Hola luidjes, hierbij wat vragen. Hoeveel coins in een portfolio van bijvoorbeeld 5000 en hoe zou je dat verdelen? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van het risico dat je zou willen nemen. Je kan het heel veilig spelen en je kan zeggen ik doe 3000 in Bitcoin en 2000 in Ethereum. Eigenlijk zoals ik uitgelegd heb ook in de challenge. Of hoe meer risico je wil nemen, hoe meer altcoins je gaat kopen die bijvoorbeeld buiten de top 20 altcoins vallen. Wil je wat zekerder zijn, pak je altcoins die binnen de top 20 altcoins zitten. Hoe zou je dat kunnen verdelen? Ik zou zeggen tussen de 10 en de 15 verschillende coins om je risico ook wat te spreiden. Nogmaals, je zou natuurlijk ook full risk kunnen gaan traden. Je zou kunnen zeggen ik gooi die 5000 alleen op Hedera Hashgraph, om wel even een goede altcoin te noemen. Heeft natuurlijk wel heel veel risico, maar mocht dat toch fout gaan, ben je alles kwijt. Dus hoe meer coins je neemt, hoe meer je risico spreidt. Maar tegelijkertijd ook is de kans op minder rendement natuurlijk. Maar dan moet je natuurlijk gaan kiezen wat de gezonde mix is tussen veel rendement hebben en veel risico hebben. En eigenlijk daar moet je tussenin gaan zitten. Dus met 5000, wat zou ik doen? Een stuk of 10 of 15 coins. Altcoins die ik ook heb aangegeven. Zoeken naar de narratives, AI, real world assets, Bitcoin en Ethereum een groot deel. En dan coins als Chainlink, Hedera Hashgraph, XRP. Dat zijn coins die ik sowieso daarbij zou doen. Nou, vraag 2 heb ik daarmee beantwoord. 3, goede exit strategie in de stijgende markt. Inzet terug bij hoeveel procent stijging. Daarna hoeveel procent bij. Ja, dit ligt niet per se aan procenten. Ik zou sowieso, ik neem ik altijd winst bij een 10% stijging, omdat ik gewoon winsten wil hebben. Daarnaast wil ik mijn stop loss vaak ook verschuiven als ik dan actief aan het traden ben. Moonback, ja, kun je 10% van je volledige account laten zitten. Dus zeg dat je 90% hebt uitgestapt op je eind TP. Laat je 10% zitten om te kijken wat daarmee kan gebeuren. En je stop loss kan je dan bijvoorbeeld naar je laatste TP verschuiven. Dus valt die dan weer terug, word je daarop uitgestopt met nog extra winsten. Of hij vliegt dus inderdaad, je moonback gaat door het dak heen en je verdient daar nog een heel mooi bedrag aan. Maar dit is ook weer gewoon kijken naar punten in de chart waar veel prijsactie zit, waar veel gebeurt. En dat zijn simpelweg mooie momenten om winsten te nemen. Hoeveel coins en hoeveel per projectgroep? AI, RWA, gamecoins, memecoins, etc. Of zijn er nog andere interessante groepen? Ja, zijn natuurlijk altijd DeFi sowieso wat je zou kunnen nemen. Decentralized exchanges, wat het best wel goed doen. Dus ja, het ligt er een beetje aan hoeveel coins je in je portfolio uiteindelijk gaat opnemen. Neem je de 10, kun je 5 keer 2 coins bijvoorbeeld van elke sector doen. Heb je ergens meer vertrouwen in, doe je dat. Ik ga niet nu zeggen, je moet dit doen, je moet dit doen en je moet dat doen. Ik mag simpelweg geen advies geven, maar dat is wat ik zou doen. Hoe de keuze te maken in de beste projecten. Er zijn veel te veel munten met allemaal goed verhaal, maar wil geen FOMO gevoel hebben en wil niet van iedere coin een kleine back kopen. Nee, dit is wat we ook in de Kryptonite leren, hoe je gewoon echt gericht fundamenteel onderzoek doet. Dus waar ga je naar kijken? Ook eigenlijk wat in die Bull Challenge is geleerd. Dus je gaat kijken naar, want niet alle projecten of weinig projecten die tikken alle boxen af, zeg maar. Dus je gaat vooral ook kijken naar, hoe is het team? Zijn ze doxed? Zijn ze goed? Wat is de ervaring hiervan? Wat is het doel en wat is de technologie achter het project? Dragen ze iets bij? Kun je er echt iets mee in de wereld? Of zorgt het voor een soort revolutie in de wereld? Of in de sector in ieder geval waar ze actief zijn? En dan is het simpelweg een mooi portfoliootje verzamelen. Gaan kijken naar wat je allemaal hebt liggen en hoe je dus je geld daarin gaat verdelen. Of je dat allemaal gelijk doet of je wat meer in
toch wel zekerheidjes gaat, zoals bijvoorbeeld een Chainlink, zoals een Ethereum, zoals een Hedera Hashgraph in mijn optiek, of dat je dus wat meer naar richting die risico gaat en wat meer gaat allokeren richting potentieel goede coins, want die hebben nou eenmaal hogere winstkansen, maar natuurlijk ook hogere kans om niks te gaan worden. Ja, dus dat zijn nou altijd de afwegingen die je moet gaan maken. Als het makkelijk was, dan had iedereen het wel gedaan. Welke nieuwskanalen en websites zijn het beste om te volgen? Te veel aanbod en weerwar in alle informatie. Ja, daar heb ik één heel simpel en makkelijk antwoord voor. CryptoPanic.com. Daar komt eigenlijk alle belangrijke nieuws samen in één overzicht van allerlei verschillende websites. Dus hoef je alleen maar dat te checken. Gewoon even 's ochtends kijken, bijvoorbeeld een half uurtje, wat is allemaal gebeurd, wat speelt er allemaal, en je bent volledig up-to-date. Dus dat is een enorme aanrader om te doen. CryptoPanic.com. Volgende, Frank. Om mij in te loggen bij Bybit via jouw link, dat ik daar als Belg problemen mee kan krijgen, vooral belastingdienst, belastingsgericht. Nee, klopt niet. Is gewoon een referral link. Dat betekent je bent via mij in aanraking gekomen met Bybit. En dat is het. Heeft niks te maken verder met belasting of iets dergelijks. Dus ook als Belg zijn kun je dat gewoon doen. Dan Marcel nog een keer. Deze hebben we al gehad. CPI indicator. Koen. Bedankt voor weer een topcursus. Al deze verrichtingen in de aanloopfase naar de bullmarkt. Doe je dit op spot of ook in derivatives? Ik doe het voornamelijk veel op spot. Je kan het ook in derivatives doen, maar wat ik graag doe is in een bearmarkt en de aanloop van de bullmarkt veel spotposities opbouwen. En die dus langzaam de weg omhoog in de bullmarkt verkopen. En tijdens een bullmarkt om ook weer flink te gaan traden, want dan is het simpelweg veruit de makkelijkste periode om een hoop geld te verdienen met crypto. Dus ja, waarom zou je daar tegenin spelen of het wiel opnieuw uitvinden? Dus ja, op die manier doe ik dat. Goed, dit waren de vragen van deelnemers van de Bull Challenge. Ik hoop dat je hier uiteindelijk nog wat van geleerd hebt. Als het zo is, like de video even. Deel hem even met vrienden en familie. Plaats even een reactie als je nog vragen hebt of dingen te zeggen hebt of iets dergelijks. Zou ik heel erg tof vinden. En hopelijk zie ik je terug weer in de volgende video. Adios.